Samen met een goede aanleg voor benen zijn dit mijn sterkste punt. Never skip leg day. Mijn naam is Lorenzo Leeuwen. Ik ben 22 jaar oud. Ik ben dit jaar Nederlands kampioen bodybuilding overall geworden. Mijn doel is om in de komende jaren mijn pro-card te behalen. Mijn fysiek doel is eigenlijk om zoveel mogelijk massa op mijn lichaam te kunnen bouwen en nog steeds een proportionele en esthetische fysiek te houden. Dit is onze derde video. Vorige keer was rug. We gaan vandaag benen doen. Ik ben net 2 weken terug. Van de Arnold Classic Europe, waar ik junior eerste plaats ben geworden en tweede plaats in de top 100 kilogram gewichtklasse. Ik ben super blij met deze prestatie. We gaan nu natuurlijk door voor de volgende over 4 weken op de wereldkampioenschappen weer in Spanje. Met benentraining vind ik het altijd fijn om de eerste oefeningen te beginnen met leg extensions. Zo krijg je goed bloed in de quads, warm je je knieën op voordat je echt naar de zwaardere oefeningen gaat, zoals squats. Bij leg extensions doe ik 5 setjes met een opbouwend gewicht, zodat ik de knieën goed op kan warmen. Ik zorg dat ik de beweging heel langzaam uitvoer. En aan de bovenkant hou ik meestal de contractie voor 2 tot 3 seconden, zodat je echt de quads maximaal kan stimuleren. Benen zijn voor mij een superbelangrijke spiergroep. Ik train ze altijd met maximale intensiteit. Ik heb in het verleden vaker 2 keer per week benen getraind. Ik geef nooit minder dan 100%. Samen met een goede aanleg voor benen zijn dit mijn sterkste punt. Mijn focus ligt nu op goed gebalanceerde benen. Daarom doe ik eigenlijk isolatieoefeningen voordat ik echt squats ga doen. Daarom focus ik nu vooral hier op de hamstring, voordat we naar de full leg workout gaan. Hamstring is eigenlijk een vergeten spiergroep van de benen, vooral omdat je niet echt zo goed kan zien. Het zit aan de achterkant. Ik doe net als bij de leg extensions hele langzame repetities en knijpen aan de bovenkant. Dit is het belangrijkste voor ook de diepe lijnen en massa van de hamstrings. We gaan nu verder naar de back squats. De squat is eigenlijk de koning van beenoefeningen. Het pakt alles, de quads, de hamstrings, de bilspieren. Het is gewoon de beste oefening voor massa. De knee wraps zijn perfect voor het squatten. Ze zijn eigenlijk ideaal voor mensen die last van hun knieën hebben tijdens het squatten. Met de meeste van mijn beenoefeningen doe ik de squats met opbouwend gewicht per setjes. Ik ga ook niet te zwaar meer net voor de wedstrijd om blessures te voorkomen. Bij de uitvoering van de back squat is het belangrijk om je rug recht te houden.
Zo voorkom je blessures. Ook is het belangrijk om voor maximaal resultaat diep genoeg te gaan, zodat je echt alle spiergroepen maximaal stimuleert. De front squat is een weinig gebruikte oefening. Eigenlijk alleen door het feit omdat het een zeer lastige oefening is. Het is belangrijk om je rug ook recht te houden hier. En je ellebogen omhoog terwijl je de oefening uitvoert, zodat de stang niet naar voren rolt terwijl je in beweging bent. De front squat is perfect voor mensen die vooral last hebben van hun rug of hun knieën, omdat het minder belastend is, zeg maar. En het focust vooral op de quads. Zodra ik wakker word, zijn dit de drie supplementen die ik altijd samen neem. Glutamine, BCAA powder en creatine. Voor mij zijn dit de essentiële supplementen die je lichaam nodig heeft na 8 uur niet gegeten hebben. Bodybuilding is een sport waar je eigenlijk 24 uur per dag mee bezig bent. Voeding, training en rust zijn de drie essentiële factoren in bodybuilding. Op een normale dag eet ik zeker gemiddeld 6 maaltijden per dag met 2 shakes ernaast. Tussendoor of voor het slapen. Rust is ook super belangrijk naast het trainen, want je lichaam breekt alleen maar af tijdens het trainen en wanneer je rust, bouw je weer op. Lunges zijn ideaal omdat het eigenlijk heel veel van de hamstring en bil samenpakt met je quads. Dus het is perfect voor de details aan de achterkant van je benen die echt belangrijk zijn voor bodybuilding wedstrijden. Als je bij de lunges grotere stappen neemt, focus je eigenlijk meer op de hamstring en de bil. En met kleinere stappen pak je veel meer van de quads. Zo kun je zelf beslissen wat jij meer focus op wil leggen. Ga nu door naar de single leg hamstring curl. Deze is perfect omdat je goed kan focussen op elke been apart. Perfect voor de diepe lijnen in de hamstrings. Tijdens het hamstring trainen is het belangrijk om zeg maar even te rekken, de spieren goed strekken. Zo krijg je meer bloedsomloop en voorkom je ook blessures voor in de toekomst. Mijn trainingstijl bij benen is veel variatie in oefeningen gebruiken,
Dus daarom doe ik vaak minder setjes, bijvoorbeeld 3 setjes per oefeningen. Maar doe ik veel meer verschillende oefeningen die eigenlijk de benen uit verschillende hoeken bewerkt. Deze oefeningen doe ik eigenlijk altijd aan het einde van mijn leg workout, omdat ze minder belastend zijn. Veel mensen doen deze niet, maar ze zijn zeer belangrijk voor als je hoog niveau bodybuilding mee wilt doen. Dit is mijn laatste oefening. Het is eigenlijk het omgekeerde wat ik net heb gedaan. Die van daarnet is voor de bil. En dit werkt eigenlijk alleen de binnenkant van de benen. Ik zorg dat ik de machine naar achteren genoeg zet, zodat ik echt die stretch, die rekking kan krijgen in mijn spieren. En belangrijk is goed knijpen wanneer je weer aan de binnenkant komt. Dat was voor vandaag. Het is nog 4 weken tot de WK in Spanje. Bedankt voor al jullie reacties, al jullie steun. En als je het nog niet gedaan hebt, kijk mijn andere afleveringen. En tot de volgende keer. Yeah.